Welkom bij de 18e aflevering van Gewoon Doen TV. Vandaag gaan we weer de straat op. Maar eerst stellen we de eerste spelers van Wendy's Nooit Gedacht Land aan u voor. Kom erin. Hoi, ik ben Kevin en ik speel in de voorstelling de rol van kapitein Haak en vader Sjaak. Vader Sjaak is de vader van Wendy en Michiel. In deze rol moet ik heel streng zijn. Ik speel ook de rol van kapitein Haak. Hij is de baas van alle piraten en de kapitein van het schip. Ik vind dit een erg leuke rol om te spelen. Mijn naam is Loes en ik speel in de voorstelling Wendy's Nooit Gedacht Land de rol van Peter Pan. Peter is de held van het verhaal en neemt Wendy en Michiel mee naar Nooit Gedacht Land. Deze vlucht vind ik zelf het leukst om te spelen. Ik ben Linda en ik speel in de voorstelling Asmé, de moeder van Wendy en Michiel. Ook speel ik de rol van Piraat Smee. Samen met Barry en kapitein Haak ontvoeren we Michiel. Ook mag ik een vechtscène spelen tegen de verloren jongens. Dit vind ik super leuk om te doen. Hallo, ik ben Mike. Ik speel in de voorstelling Michiel. En Michiel is het broertje van de Wendy. In de voorstelling droom ik over het verhaal van Peter Pan. Samen met Wendy en Peter Pan vlieg ik naar een Nooit Gedacht Land. Ik vind het een leuke rol. Lijkt het jou leuk om te komen kijken naar de voorstelling Wendy's Nooit Gedacht Land? Bestel dan snel je kaarten op www.theaterkleinkunst.nl. Wat doet u op de eerste dag van de lente? Nou, als het heel mooi weer is, zo genieten als ik nu net ook gedaan heb. Buiten op het terras een lekker kop koffie drinken. Ik hoef niet meer te werken, want ik heb een leeftijd dat ik kan genieten van mijn pensioen. En dat ik dan in de tuin kan werken of een stukje kan fietsen. Dus genieten van de buitenlucht. Ik moet om 10:30 op het belastingkantoor zijn. En ik heb even een identiteitskaart opgehaald, dat is wat ik doe. Okay. De middag, dat zien we wel weer. Het is mooi weer, dus het terrasje zit er wel in. De eerste dag van de lente, nou, dan voel ik me heel vrolijk. En dan ben ik heel blij. En dan zie ik al de mooie bloemetjes. Ja, vandaag een dagje vrij en even lekker door het dorp. Het is mooi weer, dus ja. We gaan eens even kijken wat er te doen is in het dorp, hè. Dat vind ik een lastige vraag, want ik heb helemaal niet aan de lente gedacht nog. Ik zie wel allemaal bloesems aan de bomen en ik zie wel dat de mensen vrolijk zijn. En dat, dus dat, dan is het lente. Nou, vandaag in de zon lopen en een paar winkels in Horst bereiken. Ja, een terrasje pikken. Ja, ja, en dadelijk een hapje eten en een terrasje pikken. Dan doe ik mijn wandelschoenen aan. Gooi ik de deuren en de ramen open en ga ik lekker naar buiten. We maken een flinke wandeling. Of ik loop eens door de tuin om te kijken wat er, of er nieuwe bloemen zijn of zo. Hè. Dat doe ik op de eerste dag. Ho ho, deze week geen Gewoon Doen met Sandy. Want we hebben een belangrijk bericht. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen werken aan Gewoon Doen TV. Ben jij de ideale vrijwilliger die we zoeken? Meld je dan bij het onderstaand e-mailadres. Dit was weer de aflevering van Gewoon Doen TV voor deze week. Kijk je de volgende keer weer. Gewoon Doen!